Hi, welkom in het programma Met Mijn Mama. Wie heb ik vandaag hier in de studio? Jullie hebben in de studio Aruna Abdul. Aruna, hoe oud ben je? Ik ben 26 jaar, just young. En wat zijn je dagelijkse bezigheden? Mijn dagelijkse bezigheden, ik werk van 7 tot 3 en daarna ben ik thuis en heb ik alle tijd om samen door te brengen met mijn zusje, mijn moeder en mijn vader. En daarna kan ik mijn dag vullen eigenlijk met, maakt niet uit wat ik wil, dingen zoals dit bijvoorbeeld. Heb je daarnaast ook nog hobby's? Hobby's, dat is nou een moeilijke vraag. Maar ik ga het proberen te beantwoorden. For the sake of television, I want to say zwemmen, fietsen. Ik doe die dingen daar niet hoor, dagelijks. Ballets, ja, oké, je begreep me. TV kijken doe ik wel dagelijks. Muziek luisteren, ja. Yes. Nice. Hoe heet je moeder en wanneer is ze geboren? Mijn moeder heet Urtabor Leder. En ze is geboren op 20 augustus 1974. Oké. Noem enkele speciale herinneringen die je hebt met je moeder. Speciale herinneringen. Kijk nou, voor mijn moeder is de speciaalste herinnering eigenlijk de geboorte van haar eerste dochter. Ik, Aruna Abdul, je weet zelf. En verder, andere speciale herinnering is een beetje moeilijk om eentje specifiek uit te kiezen. Daarom ga ik het heel algemeen houden, maar heel speciaal. Elk moment dat ik eigenlijk heb om die examen kan doorbrengen met mijn moeder, vind ik geweldig. Hi, welkom in het programma Met Mijn Mama. Wie heb ik vandaag hier in de studio? Vandaag heeft u in de studio Urtabor Leder. Ik ben moeder van 2 dochters. En mijn dagelijkse werkzaamheden, ik ben in het onderwijs. En thuis ben ik mama voor mijn 2 dochters. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Dagelijkse bezigheden? Ik sta 's morgens op, naar het werk gaan. Eerst alles klaarzetten voor de meisjes. Fruitbakje voor Aruna, want zij eet geen vlees, geen brood 's morgens, fruit. Ik zet haar fruitbakje nog steeds elke ochtend. Voor de kleine zet ik brood, ook fruit. Voor mezelf brood en dan uit huis. En als ik uit huis ga, ga ik dus voor de klas. En ben ik dan daarmee bezig tot 1 uur. En daarna ben ik thuis. En dan heeft pa ondertussen gekookt, want hij is dan thuis en hij kookt lekker. En dan gaan we aan tafel rond 2 uur, 2:30 gaan we aan tafel. Nou, dat is heel leuk. Wat zijn enkele persoonlijke ervaringen die uw hart in het bijzonder hebben geraakt? Dat is een moeilijke vraag. Maar goed, moederschap in eerste instantie. Want dat is een heel bijzondere ervaring geweest om dus mama te zijn. En om je kinderen groot te brengen op een manier waarop jij denkt dat het goed is. Dat heeft me eigenlijk heel, dat is eigenlijk zo'n bijzondere ervaring geweest, het moederschap. U zei daarnet dat u 2 kinderen heeft. Ja. Wat zijn de leeftijden van uw kinderen? Aruna is 26. Zo wat, 26. Aisha is 13. Ja, klopt. Noem enkele speciale herinneringen die u samen met uw kinderen hebt. Nou, we gaan vaker in het weekend gaan we echt wel samen eruit. We gaan ook wel vaker op vakantie. Nou, vaker. Nu lukt het iets minder. Maar we proberen zoveel mogelijk quality time samen te hebben. Omdat we 's morgens allemaal ook een eruit zijn en dan als we 's middags bij elkaar zijn of als we in het weekend samen zijn, dan proberen we iets leuks samen te doen. En dat zijn eigenlijk dus al die herinneringen zijn speciaal. En wie heeft u vandaag meegenomen? Vandaag heb ik Aruna meegenomen, mijn oudste dochter. Oké, mooi. Aruna, wat maakt je trots op je moeder? Migada, kijk naar haar. Elke dag ben ik heel trots op mijn moeder, want misschien wil ik. Het eerste wat in mijn mind komt is, ze studeerde,
zie je daarom toch? Ze studeert verder en als ik mezelf in haar schoenen zou zetten, ik zou het nooit kunnen en willen. Maar ze heeft, mijn vader zegt, ze heeft die drive heeft ze altijd. En het maakt me trots om er zo te zien, om iets te willen, iets extra te willen bereiken in het leven. Het is nooit te genoeg en te veel tegelijkertijd. Dat is een van de vele dingen eigenlijk die me trots maken. En wat maakt u trots op Aruna? Die lijst is zo. Nee, is niet waar. Nee, is een heel lief kind. En heel positief ingesteld. Dus dat is een van die dingen waarvan ik denk, ik heb niet eerder iemand zo meegemaakt. Heel positief. En ze kan heel goed luisteren naar je en heel goed advies geven. Oh, wow. Ja, als je er iets vraagt. Of, ze gaat doorvragen. Hè? Als je met iets zit en dan vraagt ze, dan gaat ze zeggen, dan kan je dit proberen, dat doen. Ze geeft wel altijd advies en positief. Ze praat niet slecht over anderen. Dat is Aruna. Blow, blow, blow. En daar ben ik heel trots op. Mooi. Wat zijn de lievelingsgerechten van je moeder? Bami. Bami is het. Het is bami en het is bami en het is bami. Is het niet waar? Maar dan kan ze ook like, moxalisi, pompaste. Maar bami komt nummer 1. Is dat zo? Ja. Ik hou heel veel van bami. Chow mein, bami, heel veel. Is pasta ook, valt pasta ook daaronder? Iets minder, iets minder. Ja, Japanse bami is nummer 1, toch? Ja, en dan komt de chow mein. Wat is je moeder haar favoriete bezigheid? Ik wil bijna zeggen lezen, maar zodra ik kwam boven, ik had dat serie, dus ik weet niet wat. Laat me goed nadenken. Favoriete bezigheid. Oh, bezig zijn, huis schoonmaken. Iets kwam te doen. Je hebt dat niet gedaan, Aruna, doe het direct, maak je kamer schoon. Ik ga het voor je schoon, de hele tijd bezig zijn. Bezig. Ze kan niet rustig, zodra ze rustig zit. Dus ik denk, mijn god, ik vind dat ik iets niet heb gedaan. Dat. En dan valt ze in slaap. En dan valt ze in slaap. Precies dat. En dan zoek ze naar Bami. Wat doe jij en je mama graag? Samen. Het eerste wat in mijn mind komt, is dat gaan we samen bubble tea halen. Maar dan kan, oké, mijn zusje is een roker, dus dan komt ze ook mee. Ik ga love you, Aisha. En dan gaan we samen een uitje maken met mijn zusje, mijn moeder en ik. En dan gaan we een bubble tea halen. En wat is haar favorite drink? Her favorite drink? Mijn moeder is lastig, ik weet nooit. Altijd wanneer ik bubble tea voor haar ga bestellen, zeg ik die dame ook af. Ik weet niet wat mijn moeder wil, dus ik bestel gewoon iets. Ze kan een milk tea drinken of een iced tea. Het varieert. Wat is je favoriete drink? Exactly. Brown rice. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Die is het, ja. Brown rice. Die heb ik nog nooit gedronken, dus ik ga hem proberen. Ja, het is brown lekker. Brown rice, iced tea. Van de die iced bubbles. Oh ja, ze houden niet van tapioca. Nee. Heeft je moeder ooit een familielid geblokkeerd op social media? Nee, ik wil zo confident zijn om nee te zeggen, but then I have to look at my mother. Nee. Je kan me gewoon zeggen. Aan niemand. Blijkbaar niet. Gelukkig. Als je moeder een stripfiguur was, welke zou dat dan zijn? Oh, gelukkig verstaan het iets anders, maar een stripfiguur? Ja. Ik mis kreeking. Een stripfiguur. Leg me something. Noem enkele op, want je bemoeilijkt die vraag voor me zo. Je hebt bijvoorbeeld Tom en Jerry. Je hebt The Incredibles. Je hebt verschillende. Wie denk je dat je moeder zou kunnen zijn? Superman, Superwoman. Ik wil bijna gaan naar Marge Simpson. Is dat een strip figure? Oké, ja, Marge Simpson. Because of what ik zo net gezegd zou houden van om bezig te zijn. De hele tijd huis schoonmaken, de keuken schoonmaken. En ziet u zelf terug in March? Wel, ik weet het niet. Ik kijk niet naar de Simpsons. Ik kijk niet zo makkelijk naar de Simpsons. March is een beetje gebeten. Ja, no? Oké. Okay. Ja, dat is heel goed. Okay. Hoe ervaart u dat uw kinderen volwassen worden? Moeilijk om los te laten. Dat is nummer 1. Moeilijk om los te laten.
Maar er zien, haar eigen dingen zien doen en she manages it quite well. En dat vind ik dan geweldig. En ja, aan de andere kant zit je te denken, ze worden volwassen, dus jij wordt ouder. Oké. Nou, maar dit allemaal is echt een blessing, dus ik vind het allemaal geweldig. Welke gelijkenissen hebben jullie met elkaar? Look at us. Voor mensen, ik zei ze van, ik lijk behoorlijk op mijn moeder, dat heb ik ook vaak gehoord. Maar dan, nu zeggen mensen, hij lijkt echt niet op mijn moeder, dus ik weet niet waar het ligt. Ik kon geen trust, maar nu, dus ik weet het niet. But other than that, ook qua persoonlijkheid, veel dingen overin en om specifiek te zijn. Lief zijn, we zijn beide lief, vriendelijk, luisterend oor hebben voor anderen, dat heb ik ook, dat heb je ook heel erg goed. Werkelijk, en ik heb eigenlijk een opleiding gevolgd van mijn moeder, not that she gave it, maar ik heb haar gevolgd in de omgang met mensen. Yep. En ik heb het dan iets erbij gedaan, wat geweldig is. Toegepast van, dat is the way you should treat people, dus dan zo, ja. Oké, heel mooi. Denk je dat je moeder ooit heeft gespiekt tijdens een tentamen of repetitie? Ik heb niet gespiekt. Nee, ik heb niet gespiekt. Heeft je moeder een favoriete plek waar ze graag naartoe gaat? De kamer? Een favoriete plek als ik naar buiten, als ik buiten het huis moet denken, dan kan ik moeilijk komen op aan een plek en op een plek. Wat is de juiste? Bedankt. In huis, ik denk dat huis is where she feels most comfortable. Dat is goed. Want zodra we thuis arriveren, dan denk ik, oh, thuis, mijn huis, I love you, blablabla. En dus dan, ja. That's true. Hoe is het om moeder te zijn? Om moeder te zijn? Ik vind het. Dat is een uitdaging in eerste instantie. Dat was het vanaf het begin, was de uitdaging. Dat hoe doe ik nu met zo'n klein leventje? Hoe baat je dat kind? Hoe voed je dat kind? Wat moet je allemaal doen? Dus het was een uitdaging. Maar gaandeweg het moederschapsproces heb ik dus veel dingen bijgeleerd. En mezelf aangeleerd ook, van anderen geleerd. En waardoor ik het moederschap ben gaan appreciëren. En op prijs ben gaan stellen en... Ik koester het echt wel en dat is top. Hè? Dat is het beste wat mij is overkomen. Did y'all hear it? Yes. Is er iets in het leven dat u heeft gedaan waar u zegt van, ik heb hier spijt van? Niet. Ik had ooit in gedachten dat ik een verkeerde keuze had gemaakt na de Mulo school. Maar blijkt dus dat dat niet zo is. Anders was ik niet zo ver beland waar ik nu ben. Dus ik heb er geen spijt van. Dat was wat ik vroeger dacht, maar nu ben ik daarop teruggekomen. Verder niet. Niet echt iets. Aruna, heb je een boodschap voor je moeder? Ik ga af. Moet naar daar kijken, hè? Mama. Ja. Geef me je handen. Het is... Zo, één hand, beide handen. Beide handen, alle vijf. Wat ik aan jou wil zeggen is... Ik waardeer jou echt. En elk moment dat ik met jou kan doorbrengen is de best. En misschien dat we het soms, ja, zoals iedereen en elke mother-daughter or mother-child relationship, dat je het soms niet met elkaar kan vinden, eventjes. But maakt niet uit van welke kant dat komt, dat we toch, we meet each other halfway en we vinden het toch wel weer met elkaar. En blijf de persoon die je bent. Je bent een heel goede moeder voor Aisha en ik. En alhoewel je soms twijfelt, doe ik wel het goed? Am I doing the right thing? Je doet de best. Oké. The best you can do, you are doing the best. Thank you very much. And I love you very much. I love you too. Okay. Don't let me cry. So Bella doing that. No. Put my crying face on the camera. It's not nice. You're gonna become me. Heeft u een boodschap voor de moeders die nu naar dit programma kijken? Nou, alle moeders zou ik willen zeggen.
koester het moederschap, net zoals ik het heb leren koesteren. Aan het begin dacht ik dus dat het moeilijk was, heel uitdagend was, maar heb ik leren koesteren. En hou van je kinderen. Geef ze alle liefde die je hebt. Verwaarloos ze niet. En denk niet dat je geen goede job doet, want net als wat Aruna me zegt, maar je doet een goede job. Denk niet dat je het niet goed doet. Because you question yourself van tijd tot tijd. En dat is niet erg als je jezelf afvraagt van doe ik wel een goede job of niet. Maar blijf het zo doen zoals je denkt dat het goed is. Want elke ouder voedt zijn kind op een andere manier. En koester het moederschap en hou van je kinderen. Omdat de moederdag is niet kerk, dan zijn we maar niet gezegd om dat te zeggen hoor. Word je in de bloemetjes gezet, maar in de pasties. Dit is van Rehan's Catering. Daar hebben we een beetje twee lumpia's, gebakjes. Ziet er lekker uit. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Rehan's Catering, nice. Wat willen we next? Laten we dit doen. Ah, dit is voor jou. Mm-hmm. En we hebben haarspullen van Dies Design Essentials. Mm-hmm. Ja, hele goede producten. Almond Butter. Express Instant Moisturizing Conditioner. Geweldig. Alsjeblieft, mama. En nog heel veel meer, dankjewel. En so many others. Foam conditioner zie ik. Mm-hmm. Oh, je wil het zelf doen. Ga zelf pakken. Kijken wat erin zit. Dankjewel. Agrabe, zo essential. Oké. Komt heel goed van pas. Oké. En een taartje. Ah, ja. Happy Mother's Day. Taartje van you. Sorry, Os. Ik ben van Amerika. Van Os Bakery. Uh-huh. Alsjeblieft. Dankjewel. Os Bakery, nice. Heb je handen genoeg? Nu niet meer. En er is nog meer. Laat me je eerst dit geven, want anders wordt het te zwaar. Hè? Mm-hmm. En een envelopje hier. Van. Van Honneponnen. Donuts. Ja. Wauw, to Urtaboerleider, alsjeblieft. Ah, zo nice. Een gift card. Dankjewel. Dankjewel. Honneponnen. En we hebben nog een envelop, hoor. Uno Clary. Oh, Lotus Spa Wellness and Beauty Salon. Zo, dan kan ik naar de sauna, no? Voor een relaxing body, day. Ja, sauna, body scrub, massage en jacuzzi. Heerlijk. Ik mag ook mee. Om foto's te maken, hoor. Wat bedoel je? Dankjewel, okay. Ja. En dit is van Supreme en Wayne. Dankjewel, Bitter Wayne. Of is het van Wayne? Nee, het is Wayne. Jullie zijn... Ja, hartelijk dank, Supreme. Ik heb jou getest eigenlijk. Okay. En ik ben blij, je bent geslaagd. Goed zo, het is blij. Dankjewel. Nou, ik ben echt super verwend en ik ben super blij dat ik meegekomen ben. Want de eerste instantie wilde ik niet. She's camera shy. Daarom wilde ze niet. Nee, maar ik ben echt blij dat ik gekomen ben hoor. En jullie hebben me dus super verwend. Al die sponsoren. Nee, geweldig. Wij zijn ook heel erg blij dat u blij bent. En rest ons alleen nog te zeggen een Happy Mother's Day en geniet ervan. Dankjewel. Yeah. Ja, dankjewel. Hartelijk dank. Ja, nice. Hey, nee, echt waar. Love the percentages. Toch, ik hou er veel van. So nice. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.